Peter Vreehen staat op nummer 2 van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en dat is niet zomaar. Peter is al 61 jaar en vanaf zijn geboorte gehandicapt en kent als geen ander de beperkingen die dit met zich meebrengt. Hij is 34 jaar voor de gemeente Maastricht werkzaam geweest en voor het regionaal onderwijsbureau Zuid-Limburg, als ook voor het bureau Inspraak en Ondersteuning, het zorgloket gemeente Maastricht en het steunpunt voor gehandicapten. Peter is nog altijd zeer actief in de gehandicaptenbeweging, ondanks zijn leeftijd van 61 jaar en is voorzitter van de stichting Samen Onbeperkt. Daarnaast is hij penningmeester van stichting Cultuurfront Europa en bestuurslid van de stichting Tweedehands Tweede Kans. Peter is 8 jaar actief binnen de Maastrichtse Volkspartij en is namens deze partij benoemd als burgerlid van de gemeente Maastricht. Hij heeft zich vooral bezig gehouden met het sociale domein en dat was een flinke klus, aldus Peter. Welkom Peter, leuk dat je er bent. Ja, graag, leuk. Ja. Je naam is al heel veel gevallen bij medekandidaten op de lijst, dus allemaal vol lof over je. Dank je. Ja, zelf ben je natuurlijk al je hele leven bij jij arbeids- of gehandicapt. Ja. Jij hebt zelf in Maastricht enorm veel te maken met toegankelijkheid. Hoe ervaar jij die, de rolstoeltoegankelijkheid in de stad Maastricht? Nou, ik ben nu 61 en ik denk dat ik al 40 jaar in Maastricht actief ben om die toegankelijkheid te verbeteren. En je ziet, ja, je bereikt wel zaken en dat toegankelijkheid wel wordt toegepast. Maar ook weer recentelijk kun je een aantal voorbeelden noemen, zoals de Pathé Bioscoop, de Lumière, het nieuwe Student Hotel, waar dan toch weer allerlei obstakels zijn, waardoor mensen die een beperking hebben of minder mobiel zijn, ja, niet op de plek komen. Mm-hmm. Zou je een voorbeeld daarvan willen noemen? Nou, bijvoorbeeld de Pathé. Ik ben een zeer vervent filmliefhebber, dus ik ga wel wekelijks 1 of 2 keer naar de bioscoop. Daar ligt een keienpad, noem ik het maar even, waar je dus niet overheen komt. Het is vreselijk. En mensen met beademing of die pijn hebben, of ja, die kunnen gewoon niet naar de Pathé gaan. Mm-hmm. Dus ik vind dat heel triest dat dat pad er ligt. En hetzelfde steentjes liggen ook aan de overkant bij Lumière, maar daar is het nog erger, daar moet je naar beneden. Mm-hmm. Dus Lumière is ook uitgesloten. Dus ik probeer nu altijd via een van de nooduitgangen bij de Pathé naar binnen te gaan. Dan hoef ik maar een heel klein stukje, hoef ik dan over die rotte keitjes. Mm-hmm. En de MV heeft daar 6 of 7 jaar geleden een raadsinitiatief ingenomen om in de bouw van nieuwe panden daarmee rekening te houden. Mm-hmm. Dat daar in alle facetten naar gekeken wordt en er inspraak gevraagd wordt aan Toegankelijk Maastricht, een van de onderdelen van Stichting Samen Onbeperkt. Mm-hmm. En dat wordt nu wel redelijk op dit moment toegepast, dat Samen Onbeperkt Toegankelijk Maastricht betrokken wordt. Mm-hmm. Bij bouwtekeningen, bij de inrichting en noem maar op. Maar je ziet dat het toch nog vaker niet overgenomen wordt. Dus het is wel heel belangrijk dat we stappen zetten. Mm-hmm. En daar ga ik me ook echt voor inzetten de komende 4 jaar als de MV de gemeenteraad in kan komen, om heel goed naar die toegankelijkheid te kijken. Want daar hebben heel veel mensen last van. Hebben heel veel mensen toch al zoiets van, hoe kan dat nu in Maastricht? Mm-hmm. Mm-hmm. Jij weet natuurlijk als geen ander hoe dat is. Ja. En jij weet ook zelf als geen ander hoe het is om toch naar een stukje positieve gezondheid te kijken. Hè? Naar vooral wat kan iemand in plaats van wat kan iemand niet. Ja. En weet je ook heel erg goed hoe belangrijk het is om een stukje eigenwaarde, zeg maar, te behouden. En ik had begrepen dat dat ook een van jouw belangrijke speerpunten is. Ja, ik ben altijd vrolijk wat dat betreft. Een vrolijk manneke noemt Nol me altijd. Ja. Daarnaast vind ik ook heel belangrijk dat mensen hun eigen kracht benutten om een stap verder te komen. En ik weet gewoon in de doelgroepen die wij vertegenwoordigen, mm-hmm, mm-hmm, dat heel wat mensen ja, in,
ja, toch met hele zware problemen zitten in de gezondheid, er niet meer kunnen komen, financieel, noem maar op. En dan probeer ik toch altijd om hen onder de arm te pakken en te zeggen van nou, gezamenlijk kijken we hoe we een stap verder doen. En dat hoef je niet alleen te doen, dat doen we met z'n allen. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Onze slogan van de partij is ook omzien naar elkaar. En dat vind ik dat je kunt toepassen door inderdaad op zo'n manier te werken. En gelukkig merk ik aan alle 15 kandidaten die op de lijst staan, dat ze dat in zich hebben. Omzien naar elkaar en ook mensen te helpen. Mm-hmm. Of het nu in de armoede is, of bij de voorzieningen voor gehandicapten, toegankelijkheid, noem het maar op. Mm-hmm. Alle 15 zijn ze ervoor. Ja. En dat vind ik zo mooi. En daarvoor is ook de NV mijn partij. Ja, mooi. Dan zeg je, hadden we het er net over die eigenwaarde van de mensen. En je zegt, ja, omzien naar elkaar. Ik begreep dat jij het ook heel belangrijk vindt dat mensen ook op zoek gaan naar, kijken naar wat hun eigen mogelijkheden zijn en hun eigen krachten daarin in te vinden. Zou je daar nog iets over kunnen toelichten? Ja, ik denk als je naar je eigen kracht en naar een stukje eigenwaarde, als je dat gaat krijgen, dat je ook heel positief in het leven komt. Mm-hmm. En dat merk ik gewoon dat bij mensen met een beperking of chronische ziekte, ja, het heel vaak toch heel moeilijk is om daar naartoe te werken. En ik denk daarom dat we ook moeten zorgen dat niet alleen de voorzieningensfeer in orde komt, maar ook dat er genoeg activiteiten zijn waar mensen zich kunnen ontmoeten, dat die goed toegankelijk zijn, dat daar mensen zijn die je een stukje kunnen helpen in de zaken die je niet zelf kunt. Mm-hmm. En als we dat met z'n allen een beetje voor elkaar krijgen, denk ik dat we al een heel stuk goed op weg zijn om mensen inderdaad in die eigen waarde te laten ondersteunen. Ja. Ja. En dan zeg je, ik ben zelf een heel positief persoon, hè, en altijd heel vrolijk. Ja. Je noemt het al, hè, mensen het laten gaan naar plaatsen waar je elkaar kunt ontmoeten. Voor jou staan ook die culturele activiteiten, die staan bij jou ook erg hoog in het vaandel. Ja, ik heb toen ik op zoek was naar buddies voor mijn zorg, heb ik een aantal mensen leren kennen die in een culturele ontmoetingsplekken leefden. Zoals het Landbouwbelang en het Kunstfront en de Mendel en noem maar op. En die hebben toch mij ook meegenomen naar hun leefsituatie. En ja, ik vond dat zo mooi dat jonge mensen, het zijn allemaal jonge mensen, die toch voor zichzelf opkomen en voor zichzelf een bepaald doel hebben wat ze willen nastreven in die woonunits, maar ook in die ontmoetingsplekken. Ja. En daar wordt heel veel leuke en sociale dingen gedaan. Een weggeefwinkel, allerlei festivalletjes, kunst wat daar gedaan wordt, expressie, yoga, noem het maar allemaal op. En ik vind het zo jammer dat op dit moment een aantal van die plekken dreigen ten onder te gaan omdat vastgoed daar dure panden neer moet zetten. Mm-hmm. En dat vind ik heel jammer en daar heb ik me ook binnen de 8 jaar dat ik burgerlid ben geweest tot nu toe, heb ik me daar ook voor ingezet om te zorgen dat die plekken er blijven. Ik heb ook nu weer aangegeven van zorg dat we niet allemaal centraal in een muziekgieterij gaan zitten met alle culturele activiteiten. Maar laten we daarnaast ook zorgen dat die plekjes blijven bestaan waar jonge mensen ook hun leven in steken en ook heel veel van leren en noem het maar op. Dus het is heel belangrijk dat die plekken blijven bestaan en niet alles gecentraliseerd wordt in een muziekgieterij, waarvan ik trouwens ook vind dat die er moet zijn. Ik wil niet, maar ook de kleine stukken. Ja, maar ook de kleine. Ja. En daar zet ik me ook iedere keer weer voor in. Dus dat is ook leuk. En dat we ook nieuwe plekken krijgen en dat we ook met groepen mensen, want het gaat ook meestal dat mensen van bottom-up iets met een idee komen. Ja. Wat we dan ook moeten omarmen en moeten kijken van gaat dat lukken? Ja, dan moet ook een gemeente dat stimuleren en ondersteunen. Ja, helder. Hey, voor jou is het sociale domein is ook heel erg belangrijk, hè? Ja. Zou je daar nog iets kort over willen vertellen?
Ja, natuurlijk heb ik me al jaren ingezet voor mensen met een beperking. Ik ben natuurlijk bij allerlei gehandicapte en chronisch zieke organisaties betrokken. Ik heb er grotendeels ook een aantal opgericht die nu ook nog allemaal bestaan. En daar zie je toch in dat we in Nederland erg verzanden in een heel groot stuk bureaucratie. Papier, 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 papier. We moeten invullen, we moeten indicaties ondergaan. We moeten weer een keer met de vuist op tafel slaan. Ik vind dat zo slecht. Ik vind dat zo slecht. Kijk, als iemand een voorziening nodig heeft, dan moet hij aan de hand van een indicatie, en ik vind ook dat die indicatie reëel moet zijn, kan iemand voorzieningen krijgen of hulp krijgen. En ik vind dat dat dan ook gegeven moet worden en dat niet mensen na 2 jaar, na 3 jaar weer opnieuw moeten gaan aanvragen, weer een nieuwkeuring, weer van allerlei romslomp. Ik vind als iemand een beperking heeft, die. En ook mijn beperking, die is tot ik 90 word, hoop ik. Die is niet over 2 jaar. Die houdt niet op. Nee. Dus waarom allemaal die flauwe kullen? Ja. En daar heb je ook een stuk, daar kun je ook een stuk meer handen aan het regelen. Als we die bureaucratie struikgooien. Mag ik het kort samenvatten? Dat jij vooral staat voor het stukje sociale, het omzien naar elkaar. Maar kijk vooral op wat je zelf kunt. Kijk naar je mogelijkheden, niet zozeer naar je beperking. Een stukje positieve gezondheid. Het stukje maatwerk. Maar en ook met name de jongeren, het hele sociale domein, het hele culturele, kleinschalige ontmoetingsplekken. Waar de mensen dan ook weer in hun krachten kunnen komen, hun eigen waarde kunnen terugvinden. Ja. Ja, helemaal mee eens. Mooi, mag ik jou ook danken voor het interview? Ja, heel graag gedaan. Dankjewel.